Naya hi, naya de do da, naya de do da, naya de do da. Nahi, naya de do da, naya de do da, naya de do da. Naya ya de do le. Nou, we kennen elkaar nog niet en we gaan vandaag de hele dag samen iets maken. En we weten nu nog niet wat er uitkomt, maar het gaat wel gebeuren. En dat is iets heel spannends. Dan ga je elkaar voor de eerste keer ontmoeten. En dan merk je dat er al meteen een hele open houding van iedereen is. En iedereen eigenlijk wel geïnteresseerd is in de ander. In een professioneel vakgebied is het wel wat lastiger om zulke, om dit klimaat, zeg maar, te creëren. Omdat professioneel per definitie met geld te maken heeft. Dus wij hier gewoon, je gaat gewoon moeilijker met z'n allen gezellig samen een hele dag zitten om iets te maken. Want ja, iedereen is het zijn broodwinning. En ja, nou ja, nu kan het wel omdat er een soort van budget voor is. En kun je dit soort mensen bij elkaar brengen om zoiets super tofs te doen. Hey. Ik hou van de vrije zoektocht naar elkaar leren kennen en ja, gewoon beginnen te spelen, eens kijken wat er gebeurt. En van daaruit te beginnen, dat is heel fijn. Want met de meeste van ons heb ik wel eens gespeeld, maar ook een aantal helemaal niet. En dan ja, ontmoet je elkaar op een hele goede manier, denk ik. De meeste mensen die daar aan meedoen, ken ik wel persoonlijk. Ik heb nog niet met iedereen muziek gemaakt. En iedereen had eigenlijk iets meegenomen waarmee we aan de slag zijn gegaan. En dat hebben we samen uitgewerkt op een hele natuurlijke en organische manier. René en ik hadden allebei een gedicht of een tekst meegenomen. Anderen hadden weer een idee van een basloopje of een melodietje. En dat zijn we allemaal gaan uitwerken. Ik kwam met een dingetje, een idee, een baslijn. Ik had zoiets van, is dat niet te ingewikkeld? Maar dat ging supersnel. Het gaat heel makkelijk, het is leuk. Het zijn allemaal hele andere personaliteiten, zeg maar. Dan kost dat even tijd om een beetje te kijken met wie je te maken hebt, zeg maar. Maar dat is superleuk ook. Ja. En zodra we dan met z'n allen op het podium staan, is eigenlijk die sociale openheid zorgt ervoor dat je ook al meteen heel open kunt spelen met elkaar en dat je niet zo bang hoeft te zijn voor fouten of zoiets dergelijks. Ik heb niet het gevoel dat mensen door elkaar geïntimideerd zijn of zo, want het is wel, iedereen kan echt wel spelen. En dat kan wel eens intimiderend werken en dat is nu niet omdat het ijs al meteen gebroken was. Het voelt meteen heel vertrouwd. Dat is erg prettig aan vandaag. One word can spark.
one flower can wait a tree. One tree can start a forest. One bird can herald spring. One smile can bring a friendship. One hand clasp can lift a soul. One star can guide a ship at sea. One cheer can obtain a goal. One vote can change a nation. One sunbeam can lift a room. One candle wipes out darkness. Op het moment dat we op het podium staan of aan het repeteren zijn, vooral tijdens het spelen, dan zijn we gewoon gelijken. We zijn gewoon allemaal muzici met onze eigen verhalen. En daar, nou ja, je plakt er een sticker op, een muzikaal leider. Maar ik ben echt niet boven geschikt als we aan het spelen zijn. Zeker niet. Ik heb misschien van tevoren iets meer gezegd van oké, ja, weet je wat, laten we dit eens proberen. Of hey, kun jij de volgende keer dit eens meenemen? Zullen we daar eens naar kijken? Dus misschien leider is niet het goede woord, maar misschien een beetje richting bepalen. Dus het idee wat ik had, ik heb vijf stemmen. Mm-hmm. Melodie zonder ritme, gewoon alleen de noot. En het... Ja, een beetje op zijn satie's. Ja. Gewoon qua niet per se ingedeeld. Ja. En dat je een soort van omgeving creëert waar heel veel mogelijk is. En dat is fijn om vanuit te vertrekken, denk ik. En die manier was heel, heel goed vandaag. Om zo te beginnen en later eventueel wat meer kader toe te voegen aan het concept. Door misschien een compositie of een melodie toe te voegen of zo. Iets in die richting. Met ja, te gekke muzici die allemaal eigenlijk een steentje bijdragen. Allemaal een eigen stem hebben en hoe we dat dan vandaag samen, eigenlijk vanuit het niks, vanuit een paar ideeën. We hadden een losse melodie, we hadden een akkoordenschema, we hadden wat ritmische ideeën. Hoe we daar gewoon een set van hebben gemaakt. Vanuit de jazz ben je altijd wel met improvisatie bezig en heel veel luisteren naar elkaar en daarop reageren. Dat is echt de kern van jazz natuurlijk, dus dat ben ik wel gewend. Maar zo op één dag en dan echt compleet nieuwe samenstelling en dan gaan spelen s'avonds, dat heb ik nog niet eerder gedaan. Nou ja, ik heb de afgelopen jaren heb ik natuurlijk heel erg kunnen ontdekken wat mijn stem voor mij betekent en wie ik ben als jazzzangeres. Dus je hebt ook wel een bepaald vocabulaire, om het zomaar te noemen. Dat heb je gewoon ontwikkeld. En ja, ik merk dat sommige dingen, die kan ik gewoon denken, oh ja, dat past er wel weer mooi bij. Dus eigenlijk een soort van kleurenpalet, waarbij je steeds weer gaat kiezen van, oh, dit kan ik hier mooi toepassen. Maar je blijft natuurlijk altijd wel zoeken. Ja. Dus het blijft ook altijd spannend. Je bent altijd wel getriggerd. Ja, ik vind het wel inspirerend om weer na een lange tijd ook, zeg maar, veel alleen te hebben gewerkt aan je creatieve proces en aan processen dat je nu weer met anderen en dat je ook samen de verantwoordelijkheid draagt om iets moois te maken. Ook alle mensen die daarbij zijn, hebben een hele bescheiden
en open houding die, ja, waardoor je heel erg snel op je gemak voelt, heel erg snel het vertrouwen hebt van ja, we mogen samen iets maken. Not composed of elements at all. I do not exist. I'm not an entity in the world or the next. Het was wel spannend, de eerste keer, zo van, wat gaat die doen, hoe gaat het klinken? Want we hebben natuurlijk, we zijn heel erg gewend om een setlistje te maken van tevoren, hè? Je krijgt partijen doorgestuurd of je gaat standaard spelen. En dan weet eigenlijk iedereen waar die aan toe is, want daar zijn we gewoon in te werken. Maar als je echt gaat, als je heel veel van de set laat afhangen van improvisatie, dan ben je best wel naakt op het podium. Dus dat is wel een barrière, een soort mentale stap die je moet zetten om dat wel te durven. Nu de afgelopen paar uur, de indruk die ik daarvan heb, ja, die smaakt zeker naar meer. Dus ik hoop dat het net zo leuk is op het podium tijdens het concert als in de voorbereiding. Maar als dat hetzelfde is, hopelijk beter, dan smaakt dat zeker naar meer. Ja, je moet het gewoon doen. Dat is het eigenlijk, hè? Want je kunt er lang over nadenken en lang over praten, maar die barrière die verdwijnt niet. Maar jouw houding ten opzichte van die barrière wel. Dus je moet gewoon het podium opstappen. Ik denk dat het spelen met andere muzikanten je altijd wel in een onbekend terrein forceert, zeg maar. Wat heel goed is voor je ontwikkeling, denk ik. Ik vind het super dat we dit kunnen doen. De muzikanten waar we mee spelen, het zijn allemaal niet de eerste de beste, zeg maar. Het zijn allemaal muzikanten waar ik van gehoord heb of gezien heb. Eigenlijk niemand was onbekend, maar ik heb met niemand nog meegespeeld, ooit. Dus om daar een gelegenheid voor te hebben, om dat dan gewoon te realiseren, super. Ja. Ik vind het een heel leuk project. Echt heel leuk om allemaal verschillende muzikanten uit verschillende hoeken bij elkaar te zetten en te zien wat er ontstaat. We kwamen echt met heel weinig, of hele kleine ideeën, hele kleine stukjes van liedjes. En dat is nu samengekomen tot één geheel. En dat is toch wel bijzonder, dat dan op één dag kan ontstaan.